ADO Den Haag en MCH Westeinde organiseren deze week allerlei activiteiten voor kankerpatiënten. Gisteren was er een speciale spinningmarathonavond in het MCH Westeinde, waar onder andere BN'ers aan meededen om geld in te zamelen voor het goede doel Bewegen tegen Kanker. Het is met z'n allen meteen, hè? 5, 4, 3, 2, 1. We zijn hier vanavond voor een spinningmarathon die in teken staat om van het onderwerp Bewegen tegen Kanker. En, dat is een initiatief tussen ADO Den Haag en Medisch Centrum Haaglanden om gelden binnen te halen voor patiënten die kanker hebben en om hen tijdens de therapie te laten bewegen. Want als je meer beweegt, zeker onder goede professionele begeleiding, dan verdwijnt 70% van de klachten. Waar doe je dit voor? Dit doe ik voor Alice Bos. Is Alice Bos een kankerpatiënte? Ja, helemaal. Ja, klopt. En dat is een bekende van je? Dat is mijn buurvrouw en vriendin van ons. Ja. Het MCH is samenwerking aangegaan met ADO. Hoe is dat tot stand gekomen en waarom? ADO heeft ook wat met bewegen. En ze wil zich graag inzetten voor een goed doel. En zo zijn we tot elkaar gekomen. En toen zijn we tot een aantal initiatieven gekomen. Hoe gaat het? Nou, we hebben nu even 1 minuut rust, zoals ze dat dan noemen. Nou ja, daar gaat hij alweer. Het is alweer voorbij de rust. Oh, dat viel wel mee. Nou, we zijn nog niet klaar. Yes! Applaus voor de deelnemers. Fantastisch. Zien ze eruit, zeggen.